Elmer. Oh, sorry Marije, ik was even afgeleid. Vandaag is Straatpraat alles over de smartphone. Het is natuurlijk een heel handig apparaat. Appjes erop, alles erop en eraan, social media. Vandaag gaan we eens kijken wat jongeren van de smartphone vinden. We maken vandaag een reportage over de smartphone. Hartstikke handig natuurlijk met al die appjes erop. Maar nu zijn we eigenlijk wel benieuwd waar jullie nou het meeste de smartphone voor gebruiken. Ja, een beetje appen en een beetje Facebooken, dat vooral. En wat maakt de smartphone zo handig? Ja, het is goedkoop hè, dat vooral. Gebruik je vaak mobiel internet? Ja, wel elke dag. En waarvoor gebruik je dan zoal mobiel internet? Want uit onderzoek is gebleken dat veel mensen het voor navigatie gebruiken. Inderdaad voor social media, zoals Facebook. Maar waarvoor gebruik jij eigenlijk het mobiele internet? Ja, om dingetjes op te zoeken, maar meestal gewoon voor het appen. Handig voor je huiswerk? Ja, ook wel. Ja, de smartphone is hartstikke leuk, maar ik zie er ook heel veel nadelen van. Je krijgt veel snelle ruzie omdat je dingen makkelijker neerzet. Dus ik zie er eigenlijk meer nadelen van dan voordelen. En het kost heel veel. En wat zijn de voordelen voor jou van de smartphone? Ja, het is fijn dat je snel even iemand kan bereiken. Maar als je echt ruzie met iemand hebt en dan stuur je net wat verkeerd omdat het verkeerd aankomt, dan zitten ook nadelen aan. Snelle ruzie. Ja, klopt. Ja, voor Facebook en WhatsApp. En nou blijkt ook uit een onderzoek dat veel jongeren dag en nacht online zitten. Denk je niet dat dat afleidend is voor leerprestaties bijvoorbeeld? Ja, dat wel, want het is wel heel verslavend. Als je een appje kijkt, ga je wel gelijk naar kijken of wat je binnen hebt. Zit jij wel eens dag en nacht online? Ja, soms. Vooral in het weekend, maar... Soms? Ja, soms. Okay. Raak je daar dan niet over vermoeid van? Nee. Nee. Waarvoor gebruik jij het meest je smartphone? Om nu.nl te lezen, Twitter, dat is eigenlijk wel zo'n beetje, en WhatsApp. En uit onderzoek blijkt dat jongeren eigenlijk haast dag en nacht online zitten. Denk je niet dat dat afleidend werkt op leerprestaties of van je gewone dagelijkse leven? Ja, dat denk ik wel. Het is voornamelijk dat je... Ja, je bent met social media bezig en als je het zodra je het afsluit, dan heb je er altijd nog wel een afleiding naartoe. En dat je niet echt meer gefocust kan zijn op bijvoorbeeld je schoolwerk of hetgene waar je mee bezig was op thuis of zo. Wat voor nadelen nog meer? Je zet natuurlijk heel snel wat op internet wat er bijna nooit meer vanaf gaat. Als je later met je werk wil beginnen en mensen gaan je natuurlijk altijd controleren. En als jij dan net een vervelende foto erop hebt gezet, dan kan je ook je baan missen, zeg maar, daardoor. Maar wat vind jij dan van die smartphone? Een smartphone? Ja, ik vind het wel een leuk ding. Ja, je kan al mijn roosters op kijken en het is goed voor school. Gebruik je hem vaak? Ja, de hele dag hoor. De hele dag ook in de lessen dus. Voor wat voor dingen zoals? Ja, mijn aantekeningen opslaan en connectie met mijn vrienden buiten school. Handig voor school ook dus? Ja, zeker. Mobiel internet? Gebruik je dat ook nog? Ja, anders heb ik die telefoon niet. Als hij geen internet heeft, dan kan ik hem net zo goed thuis laten. Voor social media en dingen op te zoeken in de klas, daar zo gebruik ik hem meestal voor. Dus, en connecties blijven natuurlijk met vrienden en familie. Dat is wel makkelijk dus eigenlijk. Ja, zeker weten. Ja, ik kan het niet missen. Ik zit er niet de hele dag achter, maar je ziet inderdaad wel mensen die de hele dag met zo'n ding in de handen zitten. En, ik denk dat je dat zelf in de hand hebt, denk ik. Ja, uit onderzoek is natuurlijk ook gebleken dat jongeren dag en nacht online zitten op die smartphone. Ja. Denk je dat dat niet afleidend is voor je persoonlijke leven? Ik ken wel meer. Waarom niet? Nee. Is wel leuk, dan blijf je gewoon connected met je vrienden. En op school ben je dan nog wel een beetje fit als je heel de dag online hebt gezeten op die smartphone? Want op school dan ben ik ook gewoon achter mijn smartphone. Dus... Ja. Even vieze dingen doen, hè? Komt goed, hoor. Komt goed. Wil je hem nog maar hand schudden? Ja, natuurlijk. Ja? Ja? Dankjewel voor het interview. Zijn vieze hand. Laat u even schudden aan de presentator van Zidiak. Okay, nou kijkers. Verdeelde meningen dus over die smartphone. Hartstikke handig, maar wel afleidend. Ik ga nog even door met... Ik heb gewoon een oude telefoon, geen smartphone. Hartstikke handig en ik blijf gewoon hierbij. Bij het ouderwetse sms'en. Tot volgende week!